In de natuur vind je overal mineralen. En ook in ons leven spelen mineralen een grote rol. We nemen je mee en we laten je zien waar. We zijn hier bij het Kröller-Müller Museum op de Veluwe. En voor degenen die hier geweest zijn, dan weet je, dit is een kunstmuseum. Maar wat heeft die kunst nou te maken met mineralen en ertsen? Dat komt eigenlijk door Helene Kröller-Müller, want zij kocht deze kunst met vermogen uit het bedrijf Müller & Co. Dat bedrijf was zowel van haar vader als haar man en was groot met ijzerertshandel. Zo groot zelfs dat ze meerdere mijnen hadden. Om inspiratie op te doen en daar kunst over te maken, hebben ze Bart van der Lek naar een van die mijnen gestuurd, de Zakkermijn in Algerije. Er ligt dus kunst in het Kröller-Müller Museum wat gebaseerd is op de Zakkermijn. En de Zakkermijn, dat is een ijzerertsmijn en dat ligt aan de kust van Algerije. Nou kan ijzer in de natuur op heel veel verschillende manieren voorkomen. Dit is hoe het daarvoor komt. Dit is een stuk uit de mijn dat bestaat uit sideriet en het mineraal hematiet. Nou, dat heb ik allebei hier. Dit is wel echt mijn favoriet. Dit is hematiet. En dit is een ijzeroxide en bestaat voor 70% puur uit ijzer. En dit is een stukje sideriet en dat is een ijzercarbonaat. En dat bestaat voor 48% uit ijzer, dus is iets minder. En dat er heel veel ijzer voorkwam in die mijn, dat weet ik, want ik heb de exportcijfers gekeken. En in het jaar 1922 werd er wel 300.000 ton aan ijzer gehaald uit die mijn. Dat is het gewicht van 60.000 olifanten. Nou, we zijn nu in het Kröller-Müller Museum in de collectie van Kunststroming de Stijl. En ik sta hier met onderzoeker Bas Muren. En we staan hier natuurlijk voor het werk van Bart van der Lek. Want het is best wel bijzonder. Dit zijn een van de weinige stukken in jullie collectie die iets te maken heeft met de bedrijfsgeschiedenis van Müller & Co, heb ik begrepen. Ja, klopt. Dit werk laat eigenlijk op een heel monumentale wijze zien waar die collectie vandaan komt. Want dit werk dat heet dan ook mijn triptiek in de volksmond. Maar ik moet al hard zoeken naar die mijn. Dus hoe zit dat nou hier? Ja, klopt. Hij maakt het werk een aantal jaren later. En eigenlijk is dat op het moment dat hij net Mondriaan is tegengekomen. En Mondriaan, bekend van de strepen en eigenlijk ook de primaire kleuren. Dat is eigenlijk Van der Lek's invloed. Hij is degene die met primaire kleuren komt. We zien hier ook op het schilderij geel, blauw, rood, wit en zwart. En heel veel streepjes. Die streepjes die komen van Mondriaan. Op het middenpaneel is dat een landschap. Een soort spoorlijn komt daarin. En je ziet aan de bovenkant zie je eigenlijk bergen die langzaam afgegraven worden. Dat aan de zijkanten, de zijpanelen, daar komen dus juist die mijnwerkers aan bod. Want als je hier kijkt, dan zie je eigenlijk vooral zwart. Je ziet een aantal kleuren. Dat zijn dus die kleuren die in de schemer de kleren van de mijnwerkers zijn. Ergens daar misschien nog net de gele gezichten aangelicht door een lampje. En waarschijnlijk het witte bovenste streepje, het fel oplichten van een hoofdlamp of een lamp die erbij gehouden wordt.